Goedemorgen kijkers, de nieuwe politiek weer live vanaf de Nationale Assemblée. En u ziet het, we gaan in gesprek met een media-radiomaker van het hoogste kaliber, maar natuurlijk ook een parlementariër van formaat, tenminste wat we het voorbije jaar hebben gezien. De welbespraakte en uitgesproken Cedric van Samson. Goedemorgen en welkom in deze uitzending. Goedemorgen. De eerste vraag die we willen stellen is van hoe gaat het met de collega's die nu met COVID-19 onder de leden leven en dan in het bijzonder fractiegenoot Harriet Ramdien? Nou, ik heb begrepen dat ze het wel beter maakt, maar nog niet echt de oude is, maar het gaat wel de goede kant op. En we hebben daar in haar en ook alle anderen in gedachten wanneer we in gebed gaan. Omdat het is tof, het is wanneer het dichtbij van je is, dan is je van Asande, wanneer jouw naaste erbij geconfronteerd worden, dat je Lucas aan heer Trafassi. En het is tof, maar we blijven bidden voor iedereen die getroffen is, dat ze er doorheen komen. Over COVID-19 gesproken, ons noodfonds is bijna uitgeput, druppelt langzaam weg. Het is geslonken tot iets meer dan 28 miljoen, dacht ik. En de regering is van plan een kwart miljard weer vrij te maken. Is het een zaak die alle fracties moeten ondersteunen? Nou, het is een zaak die logisch op een nationaal karakter komt. En op het momentje praten we volksgezondheid, de Alamanawang, de INAP, VAP, ABOP, NDP, Moro, Alamanawang. Ik vak COVID niet discrimineer, alle partijen, alles maar kan kiezen. Net zo als zorg de eco aan Kongi, alles maar toe. Het lastige ervan is dat, look hoe, in hoeverre je in staat bent een appeltje voor de dorst te bewaren, dat zal maken dat je weerbaar zal zijn te tackle Kong. Nou, het is geen geheim dat een model van Olibi, en heeft die, is niet te maken met de vorige regering. Het heeft gewoon te maken met hoe we in Suriname gewoon omgaan met zaken. Toch? We hebben nooit, en ik zeg niet alleen de afgelopen 10 jaren, ook daarvoor hebben we nooit ervoor gezorgd dat we een buffer hadden om bepaalde dingen te kunnen doen. We liefden vaak naar het randje, kantje. En dat is zo tackle die smitty. Dat is je zang eigenlijk een bepaal of je maar deal naar jouw omstandigheid. Omdat wanneer er een verandering komt, zijn niet de sterkste die verandering gaan overleven. Het zijn ook niet de slimste. Het zijn de mensen die zich het beste hebben voorbereid op een verandering. En ja, jammer genoeg, doordat we bij afde middelen, doen we de voorbereid. Dus de regering abis springen in via een model, per hoe ik wat ik hem ook kan bandpapier of bankbrief voor corrigeer, maar schatkistpapier. Ze eigenlijk moest die dek ammonie dat die, waardoor toch de man kan tek de stappen voor zorgen voor licht aan noodgogines, maar omdat nou moeilijk zijn. En nood toen af voilà, mala. De nood toen af om me verdoren, dat we normaal ook een soort partij neemt, maar dat omdoen en omgeen regering, en ruimte voor de regering moest doen. Natuurlijk, wel omhoog vinger aan de pols, dat de middelen besteed, dat ze moest worden besteed. Dat nou een kwartje, nou een centje, nou druk achterover en zo. Dus maar die abayepi van Oudo, dat komt er toch niet bij hun. Dat is niet de bedoeling van de zaak. En dan wil ik een commentaar voor collega parlementariër Melvin Bova. Is de amantak, jongen, die COVID-zaak is een nationale zaak, maar amanetje en zo. Ik kan vier amantje en zo. Oké, ik loop soms tegen bepaalde sanitaki in de politieke sfeer. Dat los voor een politieke battle zou ook winnen Abidjan en Oserefi. Dan meer loop toch gewoon met de onderbouwing. Zijn een onderbouwing. Toch toe dat een nationale zaak. Dan is er een probleem. Een probleem na we deel met een pandemie. Heer Grondtapu. En ook Serna Wang. Zijn er een aanpak hier Heer Grondtapu. De olanga a debat is dit is ook dresi na een vaccin. Zolang je het dragen bij tot een discussie dat die, dan ben je bezig een, eigenlijk een deel te zijn van het probleem. Omdat we zijn niet in een fase waarbij het heeft te maken met culturele een superioriteit. Dat je moet gaan voelen alsof jouw osso-dressing niet goed is omdat je gevaccineerd wordt. Nee, we zijn allemaal gevaccineerd. Het was verplicht wanneer je op school gaat, je moeder moest je vaccinatieboekje meenemen, anders werd je niet ingeschreven. Was het discriminatie? Was het de wil opleggen? Nee, er was een stukje collectief begrip dat we allemaal onze veiligheid, onze gezondheid moeten kunnen waarborgen. Het was een gevoel van de school naar de ouders toe van moeder, vader, uw kind is hier in een veilige omgeving. Niet alleen dat kind educatie geven, maar ook letten op wat we niet zien. En je ziet een virus niet. Dus je moet ervoor zorgen dat je die maatregelen treft. Wanneer mijn collega boven, die naar mij inzien, ook bijdraagt in die verwarring die er is tussen osso-dressie en vaccin. Ik zeg het weer. Wan-dressie, je geeft een sikisma. Ik heb een reporter die nodig heeft. Bijvoorbeeld aan mijn applaus voor AI. Aan mijn gebruik van oogdruppel. Maar ik ken Konsakawiri ook. Maar dat krijg je wanneer je al last hebt van een aandoening. Een vaccinatie bereidt jouw lichaam voor op dat virus.
a vaccinatie en met je skin die herkent a virus, de ik kies a virus, dat is skin herkenningba, a sabengba, dan alleen RBT, ik wil teka verdachte direct bim bim bim, rekenen in. Dat kan alleen wanneer je gevaccineerd bent. En wanneer die discussie maar eindeloos is, en ik volg het ook wanneer meerdere van mijn collega's, niet alleen Melvin Bova, ook Edouard Belfort, draagt bij in die verwarring door steeds maar iets op te werpen. En natuurlijk mag je als mens je eigen referentiekader hebben. Je mag je eigen beweegreden hebben, om te zeggen van, minowani. Maar onderbouw het op basis van feiten. Niet op basis van wat ik al jaren gedaan heb. Want dat kunnen we het ook makkelijk maken toch. Dan geven jullie me al die basokaarten. Want je hebt toch geen basokaart nodig voor onze dressie? Dan zei die wana basokaart. Die go gewoon even ziekie. Goeie na boesie. Cedric van Samson, gevaccineerd jude kaspoitikba? Yes, geen duidelijk. Wow, wat een vraag man. Geen duidelijk, maar desondanks, bij elke vergadering worden we geswapt. En het is niet leuk om elke dag een stokje in je neus en een stokje in je keel te hebben. Maar waarom doe ik het toch? Om de veiligheid en gezondheid van mijn collega's ook te garanderen. Desondanks ik al dubbel gevaccineerd ben. Dus het heeft niet meer te maken met hoe u naar dat ding kijkt of hoe ik er naar wil kijken. Het is een nationale zaak. En als mijn collega boven ernstig is over die nationale aanpak, dan laat hij zijn individuele mening en opvatting ondergeschikt zijn aan wat we nodig hebben op dat moment. Want natuurlijk kan je zeggen, er zijn osodressies. En de minister heeft ook aangekondigd dat de toegevoegde waarde, de werking, en eigenlijk wat maakt dat die osodressie een oplossing moet zijn, zal worden onderzocht. Je moet niet zeggen van ja, die Stefan Aroko, die Maisha Aroko. Nee, je moet kunnen onderbouwen wat erin zit. Hoe het precies maakt, want je moet het weer kunnen. Je moet maar met een bakka. Een research moest doen. En jammer genoeg hebben we in osodressie nooit geleerd wat die research is. Ze hebben je ook geleerd van vrouwen mogen niet aan een boom gaan. Had je het ook geleerd toen je klein was? Ja. Oké, weet je waarom? Nee. Oké, dan moet ik het doen. Ik ben geweest naar een hydrofarm. Want ik was met mijn collega Rishma Mangere. En zij kreeg een paar extra beveiliging, handschoenen en zo. En ik vroeg waarom. Want zij stelde dan die vraag van, is het dan normaal dat vrouwen niet aan een boom mogen gaan? Toen hoorden we waarom. Jubigis ma betegi, umas ma no mag go na boom. Maar ze legden ons niet uit waarom. Wanneer een vrouw maandelijks in de cyclus komt, scheidt haar lichaam hormonen af. Die hormonen kunnen anders gaan reageren op een plant. En dat zo'n plant kan de door de hormonen aan mij vertoon wat toetrasani. Maar onobigis ma no besabi. Maar ze begrepen wel dat er een band was. Net zoals het met osodressies. Er zijn bepaalde dingen die werken, maar doordat ze niet onderzocht zijn, kunnen ze niet onderbouwd worden. En wanneer je iets niet kan onderbouwen met onderzochte feiten, statistieken, is het moeilijk om wat wel onderzocht is, een vaccin aan een kant te zetten voor een osodressie. Omdat jij dat als deel van jouw cultuur ziet. Het is geen cultuurbattle. Het is een battle voor onze volksgezondheid. En daarin is vaccineren een heel belangrijk ding. Omdat dat is het enige dat jouw lichaam erop kan voorbereiden. En ik hoor die argumenten. Ja, je vaccineert, maar toch je kan kiezen COVID. Dat is waar, je kan kiezen. Maar aan een nak je skin zo. Omdat je skin met de antistoffen. Dus dat is een nationale aanpak samen verwacht. Toch? Dus dat stukje verlaten van osodressie. En natuurlijk kunnen ze er zijn om je immuunsysteem te boosten. Maar voor vet afvirus, voor bereid je skin voor tap afvirus, no one zijn boyt af vaccin. Maar doe als aan dat. Straks af hoe ze dan kan vaccineren, want we begrepen dat er weer meer dan 100.000 vaccins onderweg zijn. 40.000 morgen en 100.000 in het weekend uit Nederland. Dus dat is een van de belangrijkste zaken, hè? Uit Nederland. Omdat we in de afgelopen jaren met vele landen bilaterale connecties opgebouwd. Wat kan je horen, lomalek mati. Equatorial Guinea, Cuba, wat kon er zijn, oorlijk mati. Maar wanneer het aankomt op, zoals men aangeeft, in nood leer je je vrienden kennen, dan zien we allemaal van waar die hulp komt. Wanneer je die lange rij zit bij de verschillende geldwisselkantoren, komt het geld niet uit Equatoriaal Guinea. Het komt ook niet uit Cuba. Het komt uit Nederland. Dus daarom is het belangrijk dat we ook weten van, waar staan we? En heeft het iets te maken met ons verleden? Van ja, slavernij, we hebben allemaal een verleden. Maar ons verleden is belangrijk. Daarom voor mensen die hun ogen sluiten voor het verleden, die sluiten hun ogen ook voor de toekomst. Omdat je moet leren uit het verleden. Je moet erin blijven leven. En wanneer hier wordt gerefereerd vaak naar wat er is gebeurd in de afgelopen jaren. Is het niet om mensen te krenken. Is het om te weten wat we verkeerd hebben gedaan. En die bilaterale samenwerking. Die bilaterale relatie. Die we in de afgelopen 10 jaar hebben zien bekoelen met Nederland. Nu merken we het. Dat vandaar komt die hulp. Vandaar komt die hulp naar onze familie toe. Want dingen die samen niet met je dit naar de Western Union.
En vandaar komen ook de eerste hulp die we krijgen in de vorm van medici. En dat bedoel ik personeel dat vrijwillig komt om te helpen. Vaccins die we krijgen en andere PPE, personal protective equipment die de mensen nodig hebben. Dus het moet voor ons een eye-opener zijn. Omdat je weet wat Fiofio is. Fiofio. Is niet dat klein insector, maar Fiofio is dat je tak sandangai mofo. En je op den duur moet handelen tegen wat je hebt gezegd. Want als je de radio beluistert, hoor je vaak mensen afgeven tegen onze Surinamers in Nederland. Ja, laten ze hun mond houden. Maar het probleem komt. Zijn die de eerste mensen die aan ons denken? Dus we zijn gelijkwaardig aan elkaar, maar ik wil abasem lobby in Makandra. Omdat het probleem komt. Nasarnama, moesjeb, sarnama. En president, heeft van plan voor betrekken als Surinaams deel in Nederland. Trouwens, hebben we een issue in een verkiezing dat veel gebruikt wordt, diaspora. Zien we nog wat gebeuren? Nou, dat is wat ik je net aangaf. Als er geen diaspora was, waren de rijen niet druk bij die geldwisselkantoren. Dat geld komt niet van hier. En het is onze denkwijze, daarom zeg ik. Maar oké, misschien is er een beetje, er zijn te hoge verwachtingen gecreëerd door de manier hoe het voor de verkiezing en tijdens het campagne is gebracht. Veel mensen hadden echt een idee, het is net like van de Kisamoni uit Holland, had men ook verwacht dat net zo snel die hulp zou komen. Maar wanneer je op grote schaal financieringen gaat doen, wanneer je op grote schaal projecten uit gaat voeren, moet er dan bepaalde randvoorwaarden gecreëerd worden voor San Kangobong. Omdat, if je zijn wel 100 euro jongens, maar kan, 200 euro kan. Maar men kan zijn wel 1 miljoen euro kon je gewoon. Bang is er voor dat voor elkaar gaan doen, man. Dus dan moet je bepaalde zaken in place hebben. En jammer genoeg dat die zaken wel organisatorisch meer tijd in beslag nemen dan wat we hadden verwacht. Maar het werkt, het gaat blijven werken. Maar we moeten die relatie eerst uitdiepen, zodat we doen wat aan het doen aan boem. En dan kan je een collega naar Chimoni zijn jongens, maar die heeft bilaterale samenwerking op een niveau, dan op basis van wederzijds respect, want we hebben we doen zaken naar Asma, we doen zaken naar Holland, we doen zaken naar Oostranamaseita naar Holland. Maar we moeten een deal op gelijkwaardigheid, maar ook we moeten deel op wederzijds voordeel. En mijn beriep dat ik go. Dat plan van KB bijvoorbeeld, meneer Anil Lachman en confraters moet ik zeggen. Ik ben even niet ermee. Van de mannen die zeggen dat er 11 miljard in Canada klaar ligt en in de rest van de wereld. Ja, kijk, en dat is, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want er zijn verschillende gesprekken geweest met de minister van Bibis. Waarbij ook die indruk ontstond bij ons dat er gedraald wordt. Man, dit is wat je poen, zou je doen? Maar, anu alle lange anu, naar vriendschap. We leven in een tijd waarbij er een heleboel dreigingen zijn. En je moet elke kwartje, elke cent die naar jou toe wordt gestuurd, gebracht, gedistribueerd, moet je grondig gaan bekijken. Want het moet niet zo zijn dat je in jouw drang om het land te ontwikkelen, uit de problemen te komen, gaat werken met de verkeerde mensen. Want je kan geld accepteren of hulp accepteren, achteraf blijkt het dat het komt uit een DBU-circuit, isabi, dan kan je ook geblacklist worden. Dus hoe dan ook toe, maar aan alle lange aan hun vriendschap. En te weten kan je pi, koos zorgen dat alles aan de oké voor ze accepteren hulp. Want het is wel goed dat er mensen staan, maar we moeten ook wel weten met wie we samenwerken. Alright, volgende vraag. Het grote woord, IMF, en dan de race tegen de klok. Dit moet voor 1 juli binnen zijn, deze begroting en het herstelplan. Krijgen we een breder herstelplan, want sommige groepen voelen zich overgeslagen. Het binnenland met name, de boeren daar en ook studenten. Zal de assemblée toch nog waardevolle toevoegingen doen aan het herstelplan zoals het er nu ligt? Kijk, ik ben een realist. En zoals ik mijn betoog heb gehouden, heb ik aandacht gevraagd voor één belangrijk ding. Wat is onze politieke cultuur? Waarom hebben we slechts een 30% realisatiegraad op onze begrotingen? Dus we kunnen mooi inhoudelijk over de cijfers praten, over de nota van wijziging, over de toelichting, over het herstelplan. Maar belangrijk is, we gaan het uitvoeren met een bepaalde politieke cultuur. Namelijk THB Rijbewijs, ILERI. Maar je hebt je eigen regedrag. En als je regedrag put je in probleem, dan volgens mij begint je over Awagi, dan gaat je in Chakabanti, dan gaat je in Laoli, maar begint je over die regedrag. Want hé meneer, net zoals u heeft gereden de vorige keer, toch? U moet niet zo rijden. En dat na eerst naar zo'n regering. Van regering, die politieke cultuur die we hebben in dit land, en die cultuur kennen we allemaal, is eentje van Winti Wailanti Pai, ik heb het niet gedaan, is niet mijn ding, dus meneer Spang. Als we met diezelfde politieke cultuur door zullen gaan, dan mogen we die begroting kloppend maken. Dan mogen we het heel mooi maken en alle bewoordingen.
En de ministers vragen om meer geld op de begroting op te brengen voor alles wat we willen doen. Maar de realiteit is, we hebben niet genoeg geld om alles te doen. We gaan prioriteiten moeten stellen. Net zoals de vraag gesteld is net. Van hoe doen we dat met de jeugd? Hoe doen we de boeren in het binnenland? Want je hebt ook agrariërs daar. Wel, het is katjebord. We hebben geen geld om alles te doen. Dus we gaan een prioriteitenlijst moeten maken. En vanuit die prioriteiten gaan we moeten werken van, hey, we zijn nu in een herstelfase. Wat is in die herstelfase nodig? We zijn in die stabilisatiefase. Wat is in die stabilisatiefase nodig? Dus in elke fase ga je wat prioriteit is moeten doen. En je hebt niet de middelen om alles te doen. Dus ik begrijp wat u daar aanhaalt. Dat bredere lagen van de samenleving zich misschien niet terug kunnen vinden in alles. En dat is ook waar. Omdat we niet voor doen alles aan. Maar we hebben de prins Paris aan. En ik heb daarom ook in mijn redenvoering aangegeven. Wanneer wij zaken beter willen doen, moeten we beginnen door punt 1. Te snijden in die oude gewoonten van ons. Die politieke cultuur beginnen te veranderen. Daarom zijn vragen hier gesteld. Het geachte lid erna die vroeg dat er gekeken wordt naar de mensen die een jaar lang hebben gewerkt en een jaar lang geen salaris hebben ontvangen. En ook nog moeten worden ingezet. Mijn god, wat voor... Je begrijpt wat ik bedoel toch? Die dingen, het werkt niet. U staat hier. Zou u dit wat u doet een jaar lang kunnen doen en niemand betaalt u? U zou het niet kunnen doen. Geen bouwvakker zou het kunnen doen. Geen aannemer, geen handlanger, geen taxichauffeur. Niemand zou een jaar lang arbeid kunnen verrichten zonder dat je geld daarvoor kreeg. Het bestaat niet. Als het binnen de ambtenarij kan, daarom heb ik de minister ook gisteren gevraagd. Minister, dan leg u uit vast aan dat hij doet. Want dat is onze politieke cultuur. En als we dat niet achterwege laten, dan gaan er steeds groepen zijn die weggelaten gaan worden. Steeds groepen zijn die ontevreden zijn over wat er is aangepakt op hun vakgebied. Simpelweg omdat de middelen niet toereikend zijn. Omdat we gewoon mensen betalen die niet werken. We gaan gewoon door met dat winti wailanti pai. En dat is zo akkoord en draai. Een nabrander. En een beetje over de performance van de regering. De oppositiecollega's die zeggen van, hey, de antwoorden. Ik hoor niet de antwoorden die ik wil horen. En twee, we hebben weer de minister van Binnenlandse Zaken gehad, een beetje, ik weet niet hoor, wat ik ervan moet zeggen. Wat vind je persoonlijk ervan, meneer Van Samson? Oké, persoonlijk, ik vond de aanhef van de minister niet nodig. Maar de baf start naar Jugujugu. Maar kijk, wat is een politiek veld? En net zoals de DNA-voorzitter ook heeft aangegeven, de oppositie zijn zijn bewoordingen naar de regering toe ook niet netjes geweest, ook niet maals geweest. Dus, en trouwens, je moet ook tegen een stootje kunnen, dat is een politiek veld. If in een verdrag a hat watra no koi na kukuru. In een manga hitte no kong. En jana hitte presi. Dus logisch. En we kennen die minister ook zo. Amangwen nak nakip chinso. Maar ik heb daarna geluisterd naar zijn beantwoording van de vraag. Waarbij hij wel specifiek ingegaan is op de verschillende zaken. Natuurlijk zijn er wat collega's van mij die van mening zijn. Dat, wat is het nu? Is het nu 10.000? Is het nu 13.000? Is het nu 14.000? Maar achteraf zat ik met de minister. En hij heeft me laten zien. Dat zoals de opdracht was van de president om ervoor te zorgen dat de mensen die opgebracht kunnen worden omdat ze prestatie leveren, dat die worden opgebracht op de loon, op de loonreeks. Dan zie je dat eerst gaan er dan 10.000 mensen zijn. Maar als je de mensen opbrengt, dan ga je daarna 12.000 hebben. En als je doorgaat, ga je 14.000 hebben. Dus die discrepantie, het verschil begrijp ik, omdat de mensen worden nu in dienst genomen, toch? Want bij de bouwtest, de troonbouwtaris. Want dankzij Bouta de kon kiezen een salaris. Maar de no kiezen salaris dat nooit. Dus nu, doordat de kiezen in het Santoki. Dat volgens mij ook de Santokaris. Want dat Santoki zit in gedenk. Ja toch? Er wordt zo vaak gesproken over nepotisme toch? Wel, al die 8000 mensen die geregeld zijn, zijn geen familie van Brunswijk. Zijn geen familie van Santoki. Maar ze gaan ook geld ontvangen. Dus we moeten ook eerlijk zijn. En dat is een stukje wat ik mis bij die benadering. Want de mensen gaan van diezelfde staatskas ook geld krijgen. Net als de familie van de mensen die benoemd zijn in functies. Gaan ook die 8.000, die 6.000, die 7.000, die 9.000, die in totaal 18.000. Gaan ook datzelfde geld krijgen. En ze zijn geen familie van Santoki en Brunswijk. Dus het is ons probleem, is die cultuur die we hebben. We moeten daarmee breken. Er zijn nu 8 partijen buitenspel. Zeg maar buiten het machtscentrum. Die kunnen natuurlijk ook een bijdrage leveren aan de opbouw van Sranang. Nou kijk, ja... Maar dan kijk je niet eens meer naar politiek, het is eigenlijk iets voor verkiezingstijd, maar hier houdt het eigenlijk nooit op. Nee, dat het niet nooit ophoudt. Kijk, Steven, ik heb ook iets gehoord van een voedseldeskundige die aangaf, hij wil die discussie breder hebben. Hij wil een bredere discussie. Hoe breder dan dit? Hoe breder dan dit? Hier zitten de volksvertegenwoordigers die door het volk gekozen zijn.
Als jij vindt dat je breder bent dan dat, dan behoor je niet tot het volk. Want het volk heeft je gezien bij de verkiezing toch? Heeft niet op je gestemd. Maar we luisteren wel naar je. Maar dan moet je wel weten wat je plaats is. Wat je een toegevoegde waarde hebt in jouw advies dat je geeft. Maar je kan niet persisteren dat jouw advies moet worden opgevolgd. Weet je waarom? Je hebt dat draagvlak ervoor niet. Dat draagvlak zit hier. Met 20 zetels voor de VHP, 9 zetels voor de ABOP, 3 zetels voor de NPS, 1 voor PL. Toch? Dus er zijn mensen die hun stem hebben uitgebracht en op basis daarvan is die vertegenwoordiging hier. Natuurlijk kan je luisteren naar de adviezen die komen, maar wat zal doorslaggevend zijn? De stem van het volk, de zetels die het volk vertegenwoordigen, die zullen doorslaggevend zijn. En vind je dat de meeste van je collega's een goede job doen na bijna een jaar? Nou, aan de hand van de agendapunten die worden besproken, aan de hand van de op argumenten en op, met feiten onderbouwde zaken die worden aangehaald, dan mag ik toch wel zeggen dat dit parlement, ja, van beide kanten, zowel oppositie en coalitie, hun best doen. En er wordt hard gewerkt. En er is meer ruimte voor die discussie. En daar moet ik gelijk een big up geven. Ik zou zeggen big up, omdat ik het graag zeg in de taal zodat iedereen het begrijpt. Een power geven aan de DNA-voorzitter. Waarom? Omdat onder zijn leiding hij toch die discussie op een zekere mate wel toelaat. En hij geeft die ruimte en aan beide partijen, zowel de oppositie en de coalitie. Dus ik denk dat we de ruimte krijgen om hier onze job te doen. Ja, dat hebben we vaker gehoord en dat zien we trouwens ook wanneer we de vergaderingen volgen. Nog één kleine, dan zijn we echt klaar hoor. Van het volk, het herstelplan. Is het een Surinaams herstelplan of is het een IMF herstelplan? Zijn we aan de leiband of bepalen we onze eigen toekomst? Nou kijk, IMF kan geen plan van ons maken. Als IMF in 2016 aan de toenmalige regering had geadviseerd om het overheidsapparaat te saneren, dan is het niet iets dat IMF heeft gezegd, we weten dat het moet gebeuren. We weten het gewoon. En wanneer we die mooie plannen maken, want als je ons herstelplan vergelijkt met al de programma's van de politieke partijen voor de verkiezingen, dan ga je zien dat een heleboel ervan toch strook met wat al die mensen wilden bereiken. Het is hetzelfde doel. Dus om te zeggen dat het een IMF-plan is, dan heb jij eigenlijk niet de positie van Suriname bekeken. Daarom heb ik hier bij mijn redenvoering aangegeven dat ons grootste probleem is die politieke cultuur. En uit die politieke cultuur komen bepaalde dingen voortvloeien die we allang verkeerd doen. En als we ze moeten corrigeren, dan moeten we ze corrigeren om het land te herstellen. Niet om IMF genoegen te doen, want we doen geen IMF genoegen. Want IMF heeft ons niet nodig. Wij hebben IMF nodig. Dus wij moeten dan weten wat wij willen bereiken met Suriname. En dan moeten we die veranderingen brengen. En niet blijven kijken naar wie wat heeft gedaan. Maar wat er is gebeurd. Want wanneer we die wie ervan scheiden, dan scheiden we de zonde van de zondaar. Want God houdt van de zondaar, maar niet van de zonde. Maar hier in DNA merk ik dat wanneer je praat over wat er verkeerd is gebeurd, mensen zich gaan vereenzelvigen met wat er verkeerd is gebeurd. En dat in een verdedigende houding gaan. En dat is nergens voor nodig. Als er verkeerd is gehandeld door te veel mensen in dienst te nemen, dan verafschuwen we het verkeerd handelen van de mensen in dienst nemen. Niet de persoon. Dus de mensen moeten dat minder persoonlijk bekijken. En daarom zeg ik, het zijn onze problemen die we al jaren hebben, die we met dit herstelplan moeten herstellen. Het is geen IMF-probleem, het is ons probleem. Dus het kan niet een IMF-plan zijn. Het is ons Surinaams herstelplan. En bijna 20 jaar geleden zong Papa Tauchi, Sranang Ekria Jeng. Komt er een moment dat Sranang Olaf Ajeng, ja, wat brief je dat? Nou, Sranang Kree, omdat Sranang Abba een bepaalde gwinti. En je Kree, te ifadong, dan is kafi kindi. Maar op den duur, te igwent playbal en igwent fadong, dat je opo baka. Dat is een Kree, moro. Dan ohati wel, maar je opo na baka. En dat na Sranang volk. Het Surinaams volk is een veerkrachtig volk en dat hebben ze vaker bewezen. Daarom ik werd ook gezongen toch. Awins falibi, jakon diri, wella fudansi, mek prisiri. Dat is nog steeds een Surinamer. Maar nu met meer bewustwording over waar we naartoe moeten gaan. En daarom heb ik mijn bribi naar herstelplan. En je moet eerst inzien wat je fout doet. Anders kan je geen enkele fout oplossen. Als je bereid bent in te zien wat je fout doet, dan kan je iets oplossen. Maar als je het niet wil inzien, dan ga je blijven dralen erin. En Surinaam ben kri. Serna ik kree baka, maar serna no tang kree. Omdat u leer be uit afoutba, tak u nom kree. Om zorgu tak u no fadon moro. En dan u nom lukupo fadon, om lukupo stotufutu. Een people's man, maar ook een van de meest flamboyante parlementariërs van Suriname. We zijn ontzettend blij met hem. Trots lid van de VJP-fractie trouwens, u ziet de kleur van die das. En heel veel succes. Thanks a million, meneer de decoloog Cedric van Amson. Van Samson. Ja toch, lid van de Nationale Assemblée.
Blijft u kijken naar de nieuwe politiek op DTV Express. We zullen ze voor u blijven prikken hier, de volksvertegenwoordigers. En dan hoort u de eerste hand wat er in uw hoofd omgaat over dit mooie land dat we allemaal moeten koesteren en moeten blijven en van moeten blijven houden. Blijf kijken naar de nieuwe politiek hier op DTV Express.